Zoals je van ons gewend bent, hebben we dit jaar weer de nieuwe boards getest. En dit gaat hierbij niet om of een board goed of slecht is, want slechte boards bestaan niet meer in 2014. Het gaat erom voor wie is dat board bedoeld. Hebben we uitgezocht, nodige testresultaten opgeleverd en het heeft favorieten opgeleverd. Ja, in de categorie freestyle draait het natuurlijk om planken die uiteraard geschikt zijn voor het funpark. Dus voor kickers, halfpipe, railsen. En eentje die elk jaar een favoriet is de Liptek Skatebanana, ook dit jaar weer. Waarom? Het is voor een heel breed publiek inzetbaar. Van lichtgevorderd tot gevorderd expert. Dus je kan hem wel passief rijden, je kan hem actief rijden. Als je er gewoon even wat agressie in stopt, dan komt er gigantisch veel uit. Heerlijke pop ook. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat hij in heel veel verschillende lengtes en breedtes leverbaar is. Volgend favoriet is de Nitro T1.5. Deze heeft een lichte camber. Dus dit is de klassieke camber, alleen dan net ietsje mellower, waardoor die net even iets speelser is. Maar nog steeds een vertrouwd gevoel geeft als je hard op kikkers aanrijdt of als je door de halfpipe heen rijdt. Je kan hem speels bereiden, maar hij is eigenlijk nog het meest geschikt voor het echte agressieve funparkwerk. De volgende favoriet is de Rijk Buck-up. Deze Rijk heeft net zoals de Nitro een lichte camber tussen de bindingen. Dat loopt over in rocker naar de punten toe. Het geeft een heel erg stabiel gevoel, een heerlijk gevoel als je op kikkers afcharged. En dat wil je hebben als freestyler. De Rijk Buck-up heeft net zoals de Nitro extra dikke staalkanten, waardoor die gewoon heel blijft als je op rails en boksen gaat chippen. Deze resultaten en resultaten van alle overige boards vind je op snowboard.nl. Dan kan je rustig even nalezen.